Boven. Onder. Binnen bereik. Maar toch buitengewoon. Een beetje opzij. Maar precies goed. Zo dichtbij. Heel dichtbij. Maar ver boven alle verwachtingen. Ervaar het verschil. En dit is uw vakantiebestemming. Curaçao is een paradijselijk eiland tussen Aruba en Bonaire. Met dagelijkse directe vluchten vanuit de VS, Europa en Zuid-Amerika. Een helder blauwe lucht, witte zandstranden met warm azuurblauw water. Een eiland dat het hele jaar door mooi weer heeft en buiten de orkaangordel ligt. De hoofdstad Willemstad heeft veel Europese karakteristieken en biedt een gezellige, tropische sfeer. Overal op het eiland zijn sporen van de Nederlandse, Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse bevolking te vinden, die gezamenlijk een van de meest interessante culturen in de Cariben hebben gecreëerd. De spectaculaire Koningin Julianebrug overspant een van de drukste waterwegen in de Cariben. Het blauwe water maakt Curaçao ook tot een echt Caribisch juweeltje, bezaaid met witte stranden en intieme rotsige inhammen. Het semi-aride klimaat van Curaçao zorgt voor kristalheldere zeeën, met een zicht tot wel 50 meter. En voor een constant perfecte temperatuur van bijna 27 graden, het gehele jaar door. Geen wonder dat Curaçao bekend staat als een van de beste plekken ter wereld om te duiken of te snorkelen. De koraalriffen op het eiland zijn schitterend, levendig en onaangetast. Duikers vinden er prachtig sterk koraal, zeeduivels, enorme sponsen en een van de mooiste verzamelingen zeeanemonen ter wereld. Intieme baaien in het binnenland bieden nog meer watersportmogelijkheden. Er kan naar hartelust verschillende watersporten worden beoefend, zoals waterskiën, wakeboarden, kajakken en varen. Geen wonder dat Curaçao zo in trek is bij bezoekers uit Nederland, Amerika en zelfs de Cariben. Luier op een van de vele schilderachtige stranden, elk met een eigen sfeer. Sommige hebben strandbars, restaurants, duikshops, douches en zelfs massagemogelijkheden. Andere richten zich op gezinnen en bieden parasols, barbecues en wateractiviteiten. Van zonsopgang tot zelfs na zonsondergang. Dus waarom niet blijven en uw eigen strandfeest vieren onder de schitterende sterrenhemel? Naast de vele mogelijkheden rondom onze schitterende prachtige wateren biedt het eiland zelf ook vele culturele ontdekkingen. Er is geen andere Caribische bestemming met zo'n rijke, kleurrijke Nederlandse architectuur als Curaçao. Willemstad Centrum is aangemerkt als werelderfgoed van UNESCO. Deze pastelkleurige gebouwen zorgen in de Cariben voor een zeer verrassend stadsbeeld. Over de drijvende Koningin Emma-brug wordt lopend de overkant, Otrobanda, bereikt, waar u zich in een 17e eeuws Nederlands provinciestadje waant. De kleurrijke geschiedenis van het eiland is goed vastgelegd, met vele musea, attracties en monumenten. Het museum Cura Hulanda toont met zeldzame voorwerpen de grote rol van Curaçao in de slavenhandel. Het Maritiem Museum laat de geschiedenis zien als strategische militaire locatie en levendig handelscentrum. En op Curaçao staat ook de Mikvee Israël Emanuel Synagoge, de oudste nog in gebruik zijnde synagoge op het westelijk halfrond. Verspreid over het eiland staan ongeveer 100 landhuizen, allemaal liefdevol gerestaureerd en elk erg uniek. Net als in Willemstad fungeren deze mooie gebouwen momenteel als kantoren, winkels, galerieën, musea, woningen en restaurants. Het karakter van het eiland is ook te zien bij de Christoffelberg. In het Christoffelpark kunnen er veel sportieve activiteiten worden ondernomen.
In het nationale park Sete Boca ligt Boca Tabla, met door de oceaan uitgesleten grotten. Spectaculair opstuivend water en een natuurlijke brug. Voor een authentieke ervaring is een bezoek aan het landhuis Chobolobo zeker de moeite waard. Hier wordt de befaamde blauwe likeur Blue Curaçao gedistilleerd. En voor een onverwachte verrassing is er de Curaçao Struisvogel Farm, een van de grootste op het westelijk halfrond, en de naastgelegen aloe vera plantage. Voor de meer sportieve mensen onder ons zijn er golfmogelijkheden op een van Curaçao's golfbanen, pittoresk gelegen aan zee. Voor gezinnen en natuurliefhebbers is een bezoek aan het zeeaquarium een must. In de aanraakbassins kunnen er zeeschildpadden, pijlstaartroggen en zelfs haaien worden gevoerd. Voor een meer tastbare ervaring moet er zeker een bezoek worden gebracht aan de Dolphin Academie, waar er wordt geleerd hoe contact te leggen met deze intelligente dieren. Of ga 300 meter diep duiken om te zien wat maar weinig mensen hebben gezien. Er is een breed aanbod aan soorten accommodatie op Curaçao. Of u nou een knusse bungalow zoekt, of een luxe hotel met casino. Overal wordt u warm verwelkomd. En er is keuze uit een heerlijke en diverse keuken. Met zoveel mogelijkheden op het eiland wordt uw verblijf zowel spannend als ontspannend. Van de schitterende stranden tot aan de top van de berg. Van zonovergoten dagen tot romantische maanverlichte nachten. Kleurrijke architectuur en natuurlijke pracht. Een unieke Caribische vakantiebestemming. Curaçao heeft alles wat u verwacht van een exotische plek. Met alle gemakken die maken dat u zich thuis voelt. Ervaar het verschil. Dit is uw vakantiebestemming. Dit is Curaçao.